En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering. Nee, het is geen nieuwe aflevering, het is de eerste aflevering van Trove. Ik ben hier beland in... Ik ben hier iemand toe geteleporteerd. Ik weet niet precies naar wie, want je kan gewoon random teleporten. Ik denk dat het een groot kasteel is en ik ben mensen aan het volgen. Ho! Wat? Dat is een grote spijkermat volgens mij. Oké, okay. Oh. Ja, kijk. Zo komen we er wel. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ik moet ze even volgen, denk ik. Want misschien kan dat nog wel eens iets leuks opleveren. Je weet me nooit. Hoppa. Zo. Oh, wat zijn ze aan het doen? Ik weet het niet. Oh, ze zijn nu beneden. Waar zijn ze? Oh, ze zijn hier beneden. Oh. Je hebt ook nog een hele eindbaas. Kijk. En zo doe je dat, jongens. Oh. Kom op, kijk. Oh, er ligt hier allemaal shit al. Oeh, even kijken, wat hebben we allemaal? We hebben gekregen een World Cupcake. Nice. Een Shadow Key Fragment. Oké, dat klinkt duur. Ik weet het niet dat ik dit nog moet hebben, dus dat hou ik ook even apart. We hebben hier Legendary Stuff, maar die is niet beter dan wat ik heb. En we hebben hier nog meer, maar wat ik eigenlijk al heb. Als jullie denken, maar wat heb je dan als dat niet beter is? Nou, ik zal hier mijn inventory... Nee, dat is verkeerde. Kijk, deze. Dit is wat ik ondertussen al heb. Ik heb hier... waar staat dat? Kijk, hier staat dat. Ik heb een staf, een Shadow Level 1 staf. Die heb ik gekregen van iemand bij ons in de community. Dus die heb ik niet zelf gekregen. Want ik denk niet dat ik zo sterk al ben. Dan heb ik deze heb ik wel zelf gekregen. Deze heb ik ook nog gekregen. En deze heb ik wel gevonden. En dit heb ik gewoon gekozen omdat het grappig is. Dat is je hoofdje. Even kijken. Nou, laten we zeggen, we doen... Wat is het? Is dat zo'n helm? Oh, die is cool. Dat is zo'n helmpje met een... hoe heet dat? Met zo'n propeller erop. Dat is wel gaaf. Oké, laten we eens kijken wat we hier verder kunnen doen. Want, ja, weet je. Er zal hier vast nog wel meer te doen zijn. Ga ik zo vanuit. En ik negeer dat poppetje volledig. Laten we eens kijken wat hier nog allemaal te doen is. Oh. Wow. Jongens, oh, oh shit. Oh, wat is dit? Oh, dit is wel een lava of zoiets. Wat? Kijk. Oh, ik sta in de fik. Dat moeten we niet hebben, jongens. Ik ga gewoon door. We gaan gewoon door. Kijken wat waar we terechtkomen. Ik weet niet hoe hoog dit is of waar ik naartoe moet, maar... Oh, shit. Volgens mij staat het uit. Oh, hier ligt ook nog allemaal shit. Waarom zijn ze mij voor? Ik wil ook gewoon even fighten, jongens. Kom op, wat heb ik hier gekregen? Ook niet heel veel bijzonders. Nou, dit is in ieder geval de eindportal. Als het goed is, kijk, we zijn maar aan het begin gekomen. Waar is dit? Het lijkt wel op dat een groot... Nou, is dat een Candyland? Oh, dat is een grote taart. Is dit chocola? Oh, chocola doet damage. Of was dat gewoon de fall damage? Oh, dat was jij. Kijk. Een cupcake die me aanvalt, hè? Zomaar een cupcake, hè? Ik hoop eigenlijk... Oh, wat gaat dat sloom, zeg. Zo. Goedemorgen. Pam, ik sloop jullie. Oh, shit, die damage. Oh, shit. Waarom doe je die shit zoveel damage? Kom op, jongens. Dit is niet, niet afgesproken, hè? Oké. Okay. Kom maar. Kom maar dan. Zo. Fixed. Oké, heb ik hier nog iets gekregen wat ik noem dat ik nodig had? Oeh, ik heb twee van die cupcakes. Nice. Want ik had er namelijk nog wat voor nodig. Oh, jij bent ook een beestje. Die ik kan killen. Oké. Doen ze nou echt zoveel damage of ligt het aan mij? Kan aan mij liggen hoor. Let daar niet ervoor op. Oké, nou dat was ook alles. Oké. Nou, ik moet in ieder geval moet ik dus wat van die... Oh, dus dit dan. Waarschijnlijk is deze shit ziek sterk. Oh, dit is niet eens heel... Het valt wel mee. Of het doet opeens ziek veel damage. Dat kan ook nog heel goed zo zijn hoor. Kijk. Oké, ze zijn nu met twee. Het is nu een twee ding. Het bestaat nu uit twee dingen. Oké. Ik blijf gewoon springen omdat het namelijk laag hit. Weet je? Ik gebruik die dingen heel vaak, ik weet het. Maar ik wil graag van verzekerd zijn dat ik een beetje in leven blijf. Omdat het me anders punten en al die shit kost. Slopen! Kijk, dit ook nog even slopen. Niks bijzonders. Nog iets gekregen van deze gast. Nee. Jammer. Oké, nou gaan we verder. Zoals ik al zei, dit is niet heel erg veel bijzonders in mijn ogen. Wat is dat? Je bent ook een monster. Holy shit. Je komt hier de grappigste shit tegen. Daar ben ik in ieder geval vrij zeker van ondertussen.
Wow, ik ben geslagen door een cupcake. Het leven gaat raar. Oké, okay, deze is al gedaan, zo te zien, want er staat een kruisje boven. Maar dat is oké, okay. Wat is dit? Is dit pudding? Het leek op pudding. Is dit een... Oh ja, maar heeft hij gewoon iets uitgehakt. Ik dacht, het is een soort van... Maar wat is dit dan? Is dit ook zo'n pudding? Het heeft geen effect of zo. Maar het is wel grappig. Wat is dit? Dit is een huisje, die al... Wat staat er in mijn scherm? Oh. Servers gaan down. Dit weet ik niet, jongens. Oh, shit. Opeens komt het speculaasmannetje me aanvallen, hè? Doe je niet zomaar, hè? Zomaar mensen aanvallen. Doe je niet. Dat heb je van huis uit al geleerd, hoop ik voor je. Bam! En dat krijg je ervan als je mensen zomaar aanvalt, hè? Ze zeggen wel dat de servers down gaan, maar ik zie niet zoveel bijzonders gebeuren, jongens. Ja, oké, okay, het lekt nu een klein beetje, maar... Als dat alles is? Nou, oké. Okay. Wat is hier dan allemaal nog te doen? Ook vrij weinig, volgens mij. Oh, ik moet hier nog naar beneden, denk ik. Hoppa. Poppetje erbij. En, oh, dit is het einde, maar hier is inderdaad echt niks meer te doen. Dat vind ik dan weer jammer, maar oké. Okay. Oké, wat is hier nog meer te doen? Wow, dit is groot. Zo sterk ben ik nog niet, jongens. Zo sterk ben ik nog net niet. Maar, wat is hier nog wel te doen? Weet je wat ik wel kan doen? Ik kan even... wat is dit? Oh, dat is zo'n cupcake. Oké, okay, die groeien hier dus. De groeien hier dus cupcakes. Even voor de duidelijkheid. Ik ga hier ook... Moet hier ook gaan wonen, jongens. We zijn die baden van chocola. Kijk dan. Of is dat een soort van groot mond? Of is dat een mond? Ik weet het niet. Oké. Okay. Dus er is heel veel chocola. En er is eten. En er zijn... Is het de goede cupcakes? Dit is wel wat voor mij, jongens, hoor. Ik vind het wel wat. Wauw. Goeie gewoon cupcakes. Ik ben helemaal onder de indruk. Oké, okay, wat is dit? Ook één soort grote cupcake of zoiets. Wat is dit dan? Oh, ik weet dat ik dit kan minen. Als je dan op tab klikt, dan kan je het weghalen. Dus even voor de liefhebbers die het wouden weten bij deze. Ik denk, ik zeg het er gewoon even bij. Want mensen hebben het mij ook moeten leggen. En misschien hebben jullie ook nogal wat aan. De waarde van deze shit is niet zo heel erg groot. Maar het is altijd leuk om mee te nemen. Dus je weet maar nooit. Oh, als je het kapot loopt, krijg je er wel wat van, zo te zien. Oh, niet altijd. Huh. Oké. Okay. Hier wel. Oh, ik word alweer aangevallen, jongens. Wat is dit? Wat is dit? Oh ja, dat is zo'n plot waar je eigen huisje neer kan zetten. Zal ik ook zo nog even laten zien. Alleen, aangezien ik hier nu niet echt heel veel meer kan doen. Aangezien ik het hier nu wel aardig gezien heb, eigenlijk. Klikken we op H. En dan gaan we terug naar huis. Kijk. Trof. Nou, dat ben ik dus aan het doen. Oké, okay, dan zijn we hier in de hub. Ik leg het gewoon even uit voor de mensen die het niet weten. Namelijk, misschien denken jullie al van als ik alles uitleg van... Dan is het opeens een stuk leuker. De community chest even checken. Dat is dus een chest waar echt iedereen bij kan. En echt alles in kan stoppen. Dit is handig, want dan krijg je namelijk die... Dan kan ik dus, dat is dus hier beneden. Dus ja, in mijn balk hier beneden zit dan... Ik weet niet precies, is dat een health dingetje. En dat regentje, en dan kan je zelf gewoon regenen. Hier zijn mensen aan het traden, denk ik. Laten we eens kijken of er iemand is die iets wil ruilen. Wil er iemand wat ruilen met mij? Duidelijk niet. Ik voel me erg geskipt. Niemand mag mij! God, kom op. Oké, okay, ik geef het op, jongens. Ik geef het op. Ze mogen mij niet zo. Dat zou ik ook nogal cool vinden. Ik heb hier ergens een vissengel gekocht, maar ik kan niet vissen. Dat moeten, als een van jullie per toeval weet hoe dat moet, dan zou ik dat heel graag horen. Oké. Okay. Nog steeds niet. Ah, oh, kom op jongens. Geef mijn oude schoenen. Er is niks hier. Niemand mag mij. Oké, okay, wat ik in ieder geval nu ga doen, ik ga even naar de hub world. Want wij hebben natuurlijk ons eigen communitytje eigenlijk. Dus iedereen, dus degene die spelen, die hebben een beetje een eigen wereldje. Dit is onze base. Ik weet niet of ik dit mag laten zien. Ik weet niet dat het veel bijzonders is. Maar hier staat echt van alles en nog wat. Dus wat ik jullie nog even wil zeggen is dat ik dit op zich een hele gave game vind. En dat ik jullie zeker aanraad om het ook te gaan spelen. Omdat ik het heel grappig vind persoonlijk. Wat is dit? Shadow Tower Portal. Huh. Oké. Okay. Ik zal er even naar kijken. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van je weekend ondertussen. Want het is ondertussen zondag. Ja, dat is een video online. Het is zondag. Of het nu al zondag is, dat weet ik niet bij jullie.
In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Als het doe even een blauw duimpje, maar vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik weet dat ik hier heel veel van nodig heb. Ik ga vragen wat hier de bedoeling van is. In ieder geval, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En zeg je bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters en doei!